toen mijn ouders moesten vluchten en alles moesten achterlaten. En kwamen mijn ouders met mijn zus en mijn moeder dus hoogzwanger in Nederland aan. Mm-hmm. Geen geld, je kent de taal niet. Je hebt je familie in een oorlogsgebied achtergelaten. Ja, dus, eigenlijk wel, ja. Ja. Voor een betere toekomst, voor jezelf en voor je kinderen. Oké, okay. Ja, dat is best wel een stap eigenlijk om vanuit Bosnië naar Nederland te gaan. Misschien wisten ze dat ze naar Nederland gingen of hadden ze geen idee? Nee, het was niet zeg maar, oh, weet je wel, laten we naar Nederland gaan. Het was ook nog onderzoek van welke andere landen, misschien in het Scandinavisch gebied of iets. Ja, ja. Ja. Dus dat is best wel een ondernemende stap eigenlijk, ja. Die ook bij jou terugkomt, zeg maar. Dat je ouders toch besloten hebben om uit Bosnië weg te gaan. Iemand kan ook denken, ja, er is oorlog, maar ja, ik blijf toch voor mijn land of dat soort. Dus dat is ook weer een keuze die ze hebben gemaakt. Ja. En toen ben je uiteindelijk hier gaan wonen. Je ouders zijn hier gaan wonen uiteindelijk in Nederland. Rond 1998, zoiets? In 1995. 1995. Ja. En toen ben je geboren. Ja, toen ben ik in Lelystad geboren. Ja. En zijn we in een asielzoekerscentrum, volgens mij rondom Kampen, in Nederland verbleven.